Ik heb al wel telefoontjes gepleegd. Morgen weer naar de, die man die die piercing heeft gezet. Dan krijg ik een andere erin. Ik heb naar de woningstichting gebeld voor twee gevallen. Want ik heb een verstopping onder mijn grootsteen somewhere. Ik ben naar de ziekenfonds geweest. Daar heb ik de brief in een bak moeten doen. Dat heb ik netjes gedaan. Ik ben voor de deurbel weg geweest. Die doet ook weer. Ja, lieve vrienden, een hele goede middag. Het is laat en ik ben nog aan het eten hoor. Tenminste, ik moet nog eten. Ik heb het voor me staan. Het is 14:43 en het is 7 oktober vandaag. Ja, ik heb al wel telefoontjes gepleegd. Morgen weer naar de, die man die die piercing heeft gezet. Dan krijg ik een andere erin. Ik heb naar de woningstichting gebeld voor twee gevallen. Want ik heb een verstopping onder mijn grootsteen somewhere. En boven bij de wastafel in de badkamer. Als ik daar de kraan open doe, dan kan ik ook mijn plankje waar ik mijn make-up op heb staan. Af en toe ook afdrogen. Ja, dus er komt een straaltje omhoog. Ja, en dat moet niet, moet er vernieuwleerd in. En daar heet de woningstichting voor. Ja toch? Simpel. Hoef ik niet te doen. En vannacht een rotnacht gehad vanwege mijn nek. Daar heb ik tenminste nek. Het zit half onder mijn schedel. Ze zeggen dan wel eens je dakpan. Maar dat doet echt heel veel pijn als ik me verkeerde beweging maak. Ja, en ik was aan het slapen en wil je omdraaien. Normaal doe je dat in je slaap, maar ik werd wakker. En dan moet ik me voorzichtig omdraaien. En dan weer heel voorzichtig gaan leggen. En dan gaat het goed. Soms ook met pijn, maar dat gaat beter dan wanneer ik het in de slaap doe. Maar ja, dan... Dan slaap je ook niet lekker. Iedere keer wakker slapen. Nou, dat is niet fijn, dus ik ben geradbraakt. Maar we gaan gewoon door nu, ja. Ik moet nog weg. Want de deurbel die doet het niet. Ik moet ook nog mee weg. Dus ik moet mijn bureau nog aan de kant halen. Want het snoer ervan, dat gaat achter mijn bureau. Waar naartoe? Weet ik niet. Nou, stopcontact. Oké, maar waar? Ja, dus dat moet ik ook nog uitzoeken. Dus ik heb nog een hoop te doen. En ja, ik hou jullie op de hoogte. Simpel. Dus ik wil zeggen, geniet van jullie dag. Doe het wel met een lach, doe ik gewoon ook verder. Dus gewoon blijven lachen, wat er ook gebeurt. Ja hoor. En ik moet eigenlijk ook nog voor fysiotherapie weg. Dat leg ik ook neer. Als die, ja, die zijn al lopen. Ja, meisje. Dus het komt allemaal in orde. Je hebt eten gehad. Heb je het nou wel op dan? Nee, je hebt het niet op. Kijk, mijn hoofd al zo omdraaien doet zeer. Kanonne. Nou ja, als ik dat aanhoud, dan moet ik van de week even naar de huisarts doen. Dus ja. Vrijdag komt er in ieder geval tussen 3:30 en 4:30 eentje van de woningstichting. Dus dat moet thuis blijven. Ja. Rebecca is niet geweest, die heeft er afgebeld na de werk dat ze ziek is. Die heeft bij mij weer gebeld. Nou hopen we dat ze woensdag weer beter is, dan heb ik haar woensdag. Maar donderdag heb ik dan de invaller van vandaag. Vreemd hè? Vreemde beroep. Maar ja, ook als het maar gedaan wordt. Ja meisje, dus ze zeggen lieve vrienden, geniet ze en tot later. Haha, lieve vrienden, ik ben weer thuis. Ik ben naar de ziekenfonds geweest. Daar heb ik de brief in een bak moeten doen. Dat heb ik netjes gedaan. Ik ben voor de deurbel weg geweest. Die doet ook weer helemaal top, helemaal geweldig. Enkel, ja, ik zit nu in de bende, want ik had het bureau naar voren gehaald. Omdat ik niet wist waar dat snoer naartoe liep. En ik meende erachter. Maar nee, hij ging omhoog achter mijn spiegel langs. En ook dat was een heel gewurm om dat stekkertje, dat plugje, er tussendoor te halen. Want die spiegel die hangt zo.
overdreven, zo. Verschrikkelijk. En die hangt onder aan op twee haken. En dan komt die onderkant dus tegen de muur aan. En daar moet je hem dus wel tussen wurmen om hem eruit te krijgen. Ja, dat ik had de trap weer in de kamer. Maar ik ga hem nou anders aansluiten. Ja, ik haal het bureau wel weer naar voren. Want die heb ik wel weer eventjes teruggezet tegen de muur. Maar die haal ik weer naar voren toe en ik laat het zo naar achter gaan, zodat ik het zelf weet waar die is. Ja, dus ook dat... Wacht even, nee, ik kan hem ook misschien daar naartoe leiden. Ja, dat is misschien. Ik kijk of die er lang genoeg voor is, maar ik denk het wel. Ja, komt helemaal goed, lieve vrienden. Ik zou zeggen, geniet nog verder van jullie dag. Ga ik ook doen. Ik begin met een bakje koffie en dat de rest wel. Ja, ik heb ook nog een snoepje in mijn mond. Die had ik bij de KPM in mijn mond gedaan. En ik heb hem nog, want het is zo'n suikersnoepje, zo'n keelbastille. Ja, oh, wat lekker hè. Oh, meisje toch. Maar oké, lieve vrienden, ik zou zeggen, geniet, doe ik. Ja, geniet gewoon van je dag. Doe ik ook, doe ik altijd, met mijn diëtjes, heerlijk. Het was trouwens wel koud, moet ik zeggen. Ja, en dan weet ik niet hoe het in het binnenland is. Maar ik vond het koud. Ik heb zelfs al mensen zien lopen met handschoenen aan. Nou, dat heb ik nog niet eens. Nee, terwijl ik artrose heb in mijn handen. Maar oké, maakt niet uit. Ik vraag me dan af, ja, wat moeten ze dan als het straks vriest? Dat het nog kouder is. Hè, dus ja, ik doe dat nog niet. Nee, dat doen we nog niet. Hè. Nee. Maar oké, ik zou zeggen tot later. Ja, dag lieve vrienden, daar was ik weer. Ja, en ik heb Karen aan de telefoon zoals gewoonlijk. Ja, dat hoort er ook bij, hè. Ik heb de boel weer klaar. Ik ben back af. Maar hij is hier aangesloten. Het doet het allemaal weer. Ik ben er weer helemaal blij mee, maar ik heb hem niet op dezelfde manier. Achter mijn spiegel door. Nee, ik heb hem nou ergens anders naartoe. Ja, simpel zat. Ik ga dat niet moeilijk doen, terwijl het makkelijk kan. Ja, dus ja, nou ben ik wel weer toe aan een bakje koffie. Ja, dat, nou ja, en morgen, dat weten jullie ook al, maar dat weet Karin nog niet, dus ik zeg het nog even een keer. Moet ik weer naar die meneer toe van die piercing en dan krijg ik een andere erin. Dus komt helemaal goed morgen. 11:30 moet ik er zijn. Dus ja, en nou ja, de woningstichting heb ik ook gebeld, dus dat komt vrijdag. Dus allemaal al goed. Dus ja, ik zou zeggen, geniet verder van jullie dag. Ga ik ook weer doen. Tot later.